Dit is een sub. Het sub niet, het drijft daar. Dus dat is eigenlijk een floater. Drijver. Dit is de pedal en die steek je in het water. En als je dan afzet, dan ga je vanzelf vooruit, zou je denken. Maar als je achteruit staat, ga je achteruit. Dus het is eigenlijk een drijver die achteruit gaat. En doe dit vooral in mooie omgevingen. Zoals hier. Bij de. Wat is die beek ook weer? Heiligenbergen. Heiligenbergenbeek. Leuk. Ik heb ook de weidebeekjuffers. Ik heb nog geen weidebeekjuffers gezien. En. Het beste kan je op je buik liggen. En dan kijken of je met je billen net tegen het dak kan komen. Nice! Ja, dan liep hij naar achter. Ja. En hij zegt, ja, je kan of naar achter lopen of naar achter sliden. Ja. Je moet echt een flinke vaart maken en dan kan je zo met je gewicht en je pedal kan je keren. Dat zag echt leuk uit. Ja. Want hij deed dat om zo'n boel heen. Ja, hij deed het al iets sneller. Ja, maar hallo. Het is de eerste keer, hè? Oké, het is de eerste keer. My first time.